Hoeveel weeg je op dit moment en hoeveel woog je? Heb ik een gezonde relatie met voeding? Op momenten gehad dat ik echt weg wilde. Kijk je nu anders naar je lichaam of uiterlijk nu je weer sport? Het influencerwereldje is echt super fake. Ben je wel eens onzeker als het gaat om je relatie? Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe mukbang. Ik heb vandaag lekker sushi mukbang. Echt, I'm so sorry. I've been away. Ik ben veel te lang weg geweest met de mukbangs en dat is helemaal niet de bedoeling. Dus we hebben vandaag weer een lekkere mukbang. Ik heb lekker sushi besteld, want ik heb er zin in. En dan gaan we dat lekker doen. Dit is bij Sushi Only of zo. En op Uber Eats hebben ze altijd zo'n 1+1 deal. Dus ik heb hier €28 voor betaald. Ik heb gewoon 2 dozen van dit. En bonen en bezorging. En sausjes, stokjes. Geweldig. Ik heb een vraagsticker gezet op Instagram en ik ga al jullie vragen natuurlijk beantwoorden. Deze sushi bestel ik dus wel vaker en het is echt wel cheap, maar het is wel echt heel vers. Dus wel echt super lekker. Oh, een boontje. Lekker gezout. Ik moet nog even een sushi bakje pakken, dat heb ik niet. Een sojabakje bedoel ik. Yay! Oké, we gaan lekker beginnen, want ik trek het niet meer. We hebben lekker een sriracha mayootje, dat vind ik ook altijd top. Sojasaus. Ja, ik kan niet wachten, dit is zo lang geleden. Dit kan echt niet, dit gaan we ook echt even niet meer doen, maar dat zeg ik elke keer. Oké, ik ga even de vraag erbij pakken. Hoeveel weeg je op dit moment en hoeveel woog je? Voor degenen die mij volgen op Instagram, die hebben het vast allemaal wel gezien en meegemaakt dat ik heel veel aan het sporten ben. Ja, mijn lichaam daardoor ook echt zeker veranderd is. En dan moet ik je zeggen, ik weeg mezelf eigenlijk zelden. Mijn doel is ook helemaal niet om heel erg af te vallen of zo. Is wel gebeurd naarmate de weg. Ja, ik ben dus heel erg aan het trainen voor Hyrox. En daardoor ben ik ook heel veel aan het hardlopen. En daar verlies je gewoon snel massa mee. Even een hapje. Ik heb honger. Lekker. Volgens mij is er oprecht bijna geen verschil op de weegschaal, maar zie je het wel heel erg lichamelijk. Er komt ook heel veel meer vetverlies, maar weer heel veel spieren opbouwen. En spieren wegen meer als vet. Het zegt eigenlijk helemaal niks. Ik denk dat ik rond de 63, 62 kilo weeg of zo. Ik ben 1,70. Maar again, don't compare yourself. Elke 60 kilo ziet er anders uit. En het hoeft echt, echt niks te zeggen. Die zalm was dus zo lekker vers. Waarvan en wie heb je de motivatie gekregen om af te vallen? Ja, ik heb dus niet echt het doel om af te vallen. Ja, ik ben altijd wel met mijn lichaam bezig geweest. Maar jullie weten, ik hou ontzettend veel van eten. Dus ik heb nooit op diëten gezeten of dat soort ongein. En in die zin niet echt mee bezig met dat, de cijfers op de weegschaal en dat ik minder moet wegen en zo. Maar ik vind het wel belangrijk om me gewoon goed in mijn vel te voelen. En gewoon wel te kunnen doen wat ik wil. Maar natuurlijk wel, hou ik in mijn achterhoofd. Elke dag sushi vreten. En weet ik het allemaal. Ik hou er zeker rekening mee. En ik ben me heel bewust met wat ik in mijn lichaam stop. Want ik merk gewoon als ik beter eet, voel ik me ook beter. Kan ik beter presteren met sport. Dus gaat het eigenlijk een beetje een soort vanzelf. Oké, ik heb nu een crispy roll met California, denk ik. Maar is het lekker? Het is zo vers. Waar ik mijn motivatie vandaan heb gehaald. Dat is eigenlijk echt ontstaan door Hyrox. Door Hyrox heb ik zo een doel. Ik heb hem volgens mij in juni, begin juni opgegeven voor Hyrox. Samen met Bo ga ik het doen. Mijn allereerste keer. Voor de mensen die niet weten wat Hyrox is. Hyrox is een fitnesswedstrijd. Waarin je dus 8 kilometer moet rennen. 8 keer 1 kilometer. En tussen elke kilometer moet je een fitnessoefening doen. Dus het is super intensief. Heel hoge hartrate. En het is gewoon alleen maar door. Op zich, het hardlopen gaat echt goed. Ik heb pas een 10 kilometer run gedaan. Over 2 weken staat de Dam tot Dam op de planning. 16 kilometer, dat gaat ook allemaal heel goed. Hierna wil ik ook nog een keer een halve marathon gaan doen. Maar eerst Hyrox. En ik vind vooral de combinatie van krachttraining. En dat is ook echt Hyrox. Een hybrid athlete is het eigenlijk. Running, krachttraining. Ja, dat vind ik gewoon echt heel leuk. Dus ik heb eigenlijk een soort nieuwe sport uitgevonden. Wat ik echt super leuk vind om te doen. Wat ook heel leuk te combineren samen is. En ja, met het doel samen met Bo. Geeft dat me zoveel motivatie. En dat ik het natuurlijk ook heel erg deel op mijn socials en jullie heel erg daarin meeneem, motiveert dat nog meer. Dat is echt mijn grootste motivatie. Ik ben heel benieuwd hoe dat na de Hyrox gaat zijn. We hebben wel alweer een nieuwe Hyrox aangemeld in april. Intensief als dat ik nu train is bijna elke dag. Dat is niet vol te houden. Dat is ook niet normaal en dat is ook niet wat ik wil. Want ik drink nu ook 6 weken niet, geen alcohol. Dus allemaal dat soort dingen. Dat is nu even leuk, maar dat is niet iets om vol te houden, om wat voor altijd te doen of zo. Dus dat eigenlijk een beetje. Hoe een simpele rol zo lekker kan zijn.
Geweldig. Hoe bevalt het wonen in Amsterdam? Ik woon nu bijna... Sinds oktober woon ik volgens mij in Amsterdam. September, oktober. Dus bijna 2 jaar in Amsterdam. Ik vind het echt heel erg leuk. Het is heel anders als waar ik vandaan kom. Ik kom echt uit een dorp. Iedereen elkaar kent. En ik ben nog heel vaak in dat dorp. Ik kom uit de gemeente Nieuwkoop. En daar wil nog heel vaak, omdat Stan daar nog woont. Familie, mijn vriendinnen. Maar ik vind de stad Amsterdam echt heel leuk. En het is ook echt... Ik heb meerdere kanten van Amsterdam gezien. Ja, het is heel erg een perspectief dat je erbij hebt. Perspectief van mensen zijn hier egoïstisch en kut en is druk en bla bla bla. Dan zie je dat ook alleen maar. Maar als jij gewoon in je hoofd hebt van, oh my god, alles is dichtbij. En ik ben echt super veel thuis. Ik hou echt van mijn huis. Ik hou dat alles snel omheen is. Maar ik heb hier ook super veel leuke vriendinnen. En je kan hier echt geweldig sporten. Dat vind ik echt heel leuk. Het is gewoon fijn om rondjes te lopen, hard te lopen. Alles zit dichtbij. Dus dat maakt het heel erg leuk, vind ik. Ik heb wel eens momenten gehad dat ik het niet leuk vond. Of dat ik terug wilde. Dat ik het ver weg vond. Maar ik heb nu ook mijn auto voor de deur. Dat scheelt heel erg. Ja, ik heb best wel... Ik kan nu wel een soort zeggen dat het echt als thuis begint te voelen. Ik weet overal de weg. Weet je, je kent steeds meer. En dan begint het toch wel meer als thuis te voelen. Ja, vind ik het ook steeds leuker worden natuurlijk. Ook met het zicht dat Stan hier komt wonen. Stan komt hier binnen nu de maand wonen. Hij is nu op zoek naar een baan in Amsterdam. Want hij is afgestudeerd. Zodra hij zijn baan heeft gevonden, komt hij eigenlijk hier erbij. En dan heb ik er echt nog meer zin in. Ja, nu vind ik het ook al heel leuk. Echt geweldig. En ik heb echt mijn ups en downs gehad. Ik vond het alleen wonen soms ook heel moeilijk. Ik ga het met elke sushi doen, want het is irritant. Het is gewoon zo lekker. Ik heb ook mijn momenten gehad, ja, dat ik echt weg wilde. Maar ik ben daar weer helemaal soort doorheen gekomen. En het komt eigenlijk altijd wel weer goed. En ik vind het nu gewoon echt heel leuk hier. Maar ik zou hier niet voor de rest van mijn leven willen wonen. Dat niet. Ik wil echt weer terug naar de gemeente waar ik vandaan kom. Maar voor nu vind ik het heel leuk. En ik ben echt heel vaak ook gewoon weer in mijn oude gemeente. Omdat ik het gewoon heel leuk vind daar. En ik vind de combinatie vooral echt heel leuk. En ik werk natuurlijk ook gewoon thuis. En mijn werk is eigenlijk gewoon een beetje in Amsterdam. Ben je geen MyProtein atleet meer? Nee. Ik ben gestopt met mijn samenwerking met MyProtein. Ja, de reden. Er kwam eigenlijk iets beter op mijn pad. Namelijk voor Vitakruid. De waarden van Vitakruid staan net wat dichter bij mij. MyProtein. En bij Vitakruid is het wat persoonlijker. Het is een Nederlands. In ieder geval, ze hebben een Nederlandse tak. Waar ik heel goed contact mee heb. En ze zijn echt net gelanceerd met hun sportlijn. Dus ik heb echt de mogelijkheid om vanaf het begin samen te groeien. En dat vind ik echt heel erg leuk. Dus ze staan ook echt heel erg open voor alles. Allerlei soort ideeën. We kunnen echt soort samen dit aangaan. Dus dat is wel gewoon heel leuk. Ik ben echt heel blij. Vitakruid heeft ook alleen maar pure, hoogwaardige kwaliteit ingrediënten in hun producten. Er zitten weinig ingrediënten in. En het smaakt super lekker. Dus super goed allemaal. Ik heb het natuurlijk eerst allemaal uitgetest. Toen dacht ik gewoon van ja, dit is het gewoon. Ik voel het. Dit past helemaal bij mij. Ik wil dit. Heb ik een gezonde relatie met voeding? Goeie vraag. Ik heb nooit iets van een eetstoornis gehad. Thank God. Misschien een beetje trigger warning dit, guys. Maar ik ben me wel altijd heel erg bewust van geweest. Maar ik laat me daardoor niet... Ik ben er wel soort de hele dag mee bezig. Maar ik laat me er niet door leiden, zeg maar. Als ik een feestje heb, ga ik gewoon lekker drinken. Als ik een borrel heb, als ik ga uit eten, ga ik gewoon lekker uit eten. Dan heb ik alles wat ik wil, maar ik hou het wel in een gezonde balans. Ik denk dat niet dat dat een stoornis echt is. Ik denk dat het meer gewoon is. Ik wil gezond en fit zijn. En ik wil er goed uitzien. Dus ik hou in mijn achterhoofd om balans te houden. En voedzame dingen te eten. En af en toe minder voedzame dingen te eten. Zoals mijn lieve vriendin Coco als het zegt. Je hebt niet gezond en ongezond. Je hebt voedzame producten en minder voedzame producten. En als jij een beetje de balans van 80-20 hierin houdt. Dan moet het echt wel goed komen, zeg maar. En ik geniet nog steeds heel erg van mijn eten. Ik kijk gewoon heel erg naar vezelrijke producten. Dus dingen waar ik langer vol van zit. Dingen met hoge proteïne. Veel carbs. Sport ook veel, dus ik heb het ook nodig. Welk advies zou je jongeren zelf meegeven? Het maakt niet uit. Iedereen heeft altijd een mening. Wees gewoon lekker jezelf. En kies voor jezelf. Doe wat jij leuk vindt. Bekijk het positief. En je mindset, je gedachten, wordt je realiteit. Dat zijn echt dingen die ik echt heb geleerd van focus je. Je hebt altijd een keus. Focus ik mij op de negatieve dingen of focus ik mij op de positieve dingen? En waar jij op focust, dat wordt jouw realiteit. Dus als jij constant op negatieve dingen focust, wordt ja, jouw leven aardig negatief. Omdat je alleen maar negatieve dingen denkt en negatieve dingen ziet. Maar als jij in leven het positieve kan zien, dan wordt je leven een stuk positiever. En dat is echt wat ik de laatste tijd zo aan het toepassen ben en me daardoor echt zoveel gelukkiger voel. Dat is echt bizar. Daarnaast ook echt met mensen
roddelen, met elkaar bezig zijn, wat vinden van andere mensen. Let them live, let them be. Who the fuck cares? Als ik jouw leven niet beïnvloed, het gaat je letterlijk niks aan. Ga gewoon door met je leven en waarom al die juice halen? Waarom al die... Ik hou er gewoon niet van. I hate it. Gewoon, I couldn't care less. Ik ben gelukkig. En boeien wat Piet aan het doen is. Als Piet daar gelukkig van wordt, moet Piet dat toch gewoon lekker doen. Het is niet heel vanzelfsprekend voor iedereen. En ik moet je zeggen, ik heb ook een tijd wat in negatievere gedachten vastgezeten. Of me heel erg vergeleken met anderen. Heel erg gekeken naar, oh my god, wat hebben anderen? En hun zijn al daar. En hun hebben dit. En hun hebben zus en zo. It's my journey. Mijn tijd komt nog wel. En als het niet komt, dan had het gewoon niet zo moeten zijn. Easy peasy lemon squeezy. As that. Een paar vragen gaan over mijn trainingsschema. Check daarvoor mijn Instagram en dan mijn Instagram Reels. Want hier heb ik mijn trainingsschema op gedeeld. Dus daar kan je het op terugvinden. Lekker gezouten boontjes. I love it. Kijk je nu anders naar je lichaam of uiterlijk nu je weer sport? Ik heb daar toevallig een reel over gemaakt, maar nog niet geplaatst. En dat is een video van mijn lichaam nu en anderhalf jaar geleden. Body dysmorphia is real. Zeg maar, als ik een video van mezelf terugzie, dan zeg maar qua nu, denk ik, het lijkt alsof iemand anders is. Zeg maar, jezelf voel ik me niet zoals in mijn nieuwe lichaam of zo. Ik bestel ook al mijn kleding te groot. Alle kleding past dan zeg maar niet als ik het bestel. En nou, voor mijn gevoel is er zeg maar niks veranderd aan mijn lichaam. Ik hoef niet de hele dag zo naar mijn lichaam te kijken van, is het anders? Kijk, je ziet wel als je in de spiegel staat, maar toch is het anders of zo. Als je dan echt video's terugziet, denk je echt, huh? Ben ik dat? Nice, maar het voelt echt niet zo. Het voelt echt, echt, echt niet zo. Dus dat laat eigenlijk ook maar weer zien. Maakt niet uit hoe je... Kijk, natuurlijk moet je gezond... Ik voel me, wat ik me vooral... Ik voel het wel. Ik voel echt dat ik fitter ben. En dat ik me beter in mijn lichaam voel. Dat voel ik wel. Maar ik voel niet dat het er heel veel beter uitziet of zo. Het is ook niet dat ik mega veel ben afgevallen. Ik ben meer gewoon wat meer getoond. Wat strakker. Het is niet dat ik nu super dun ben met spillepoten of zo. Dat is het ook zeker niet. Wat eet je als je honger begint te krijgen en cravings hebt naar zoete dingen? Pro tip. Luister naar je lichaam. Je lichaam vertelt als je iets nodig hebt. Dus als jij honger krijgt, kan het ook door wat je daarvoor hebt gegeten niet voedzaam is. Waardoor je een suikerpiek hebt gekregen. Waardoor het nu heel erg omlaag gaat. Dus dat je weer craving krijgt. Probeer dan iets voedzaams te eten waar je dus wat vult. Want wat ik bij mezelf merk, als ik honger heb en ik ga dus iets randoms zitten eten, wat niet vult, dan ga ik nog iets pakken en dan ga ik nog iets pakken en dan ga ik nog iets pakken. En dat allemaal bij elkaar had beter gewoon een voedzaam iets kunnen zijn. Dus als je echt honger hebt, een kom havermout, een banaan, eet een volkoren broodje, neem kwark, neem iets met veel volume, maar laag in calorieën. Wel iets voedzaams wat jou vult. Niet dat je dan weer een chocolaatje gaat nemen of een koekje, want dat vult niet. En het stilt de honger niet. En je krijgt nog steeds, daarna wil je nog een koekje en nog een chocolaatje. Want het is niet voedzaam en het werkt niet. Weet je, eigenlijk is het best wel simpel als je er soms over nadenkt. Als je een zoete craving hebt, maak lekker een grote bak kwark. Doe er flavor drops in. Je hebt een heerlijke bak. Super zoet, super lekker. Doe een beetje gepofte tarwe erin. Of iets anders. En een beetje fruit. Nou, heb je echt een toetje hoor, meiden. Proteïne reep. Is ook altijd lekker. Chocola eet, doe dan lekker met veel proteïne. Het sushi is zo vers. Hoe denk je over het perfecte plaatje op de socials en de invloed hiervan? Eigenlijk laat ik dus wel een soort van perfecte plaatje zien van look at my body. Ik bewerk mijn foto's niet. Ik plaats ook heel veel video's. Dus het is niet dat ik mezelf dunner heb gemaakt dan dat ik werkelijk ben. En foto's bewerk of zo. Maar poppetjes die laten zien van oh my god, look at my... Perfect Instagram life. I'm so aesthetic. And I'm so happy. Blah. Ik hoop dat ik laat zien dat ik dat niet ben. En wat ik vooral heel erg probeer met mijn content. Is mensen positief gevoel te geven. Te motiveren en te inspireren. Om gewoon de beste versie van zichzelf te zijn. Ik doe dat nu met sport. Maar dat kan ook. Je hoeft niet per se te sporten om je gelukkig te voelen. En je hoeft ook niet mijn leven na te doen. Je hoeft ook niet mijn sport te doen. En wat het vooral echt is. Het maakt niet uit wat je hebt, het maakt niet uit wie je bent. Maar als het in je kopje niet goed zit, dan ben je gewoon niet gelukkig. Het allerbelangrijkste is dat je gewoon goed in je vel zit. Dat het allemaal op een rijtje in je hoofd is. En ik heb ook mijn mindere dagen en ik heb ook mijn mindere weken. Maar dat hoort erbij. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen. Very logic. En ik probeer dat wel mee te nemen in mijn content. Tuurlijk is het meer perfecte plaatje dan het is. Maar ja, vooral mijn weekvlog zie je dat denk ik wel meer. Ik heb zelf ook het gevoel, of ik struggle een beetje met het gevoel dat
vooral op Instagram het echt heel erg meer perfecte plaatjes. Op TikTok is het al wat meer low-key, gewoon gezellig, leuk, met z'n allen. Maakt allemaal niet zoveel uit. TikTok is meer, of Instagram is meer aesthetic en YouTube is gewoon echt mijn daily life. Om het op mezelf te betrekken. Begin dit jaar en vorig jaar ben ik heel veel bezig geweest met anderen. Heel veel bezig geweest met, oh my god, zij hebben dit en zij hebben zus, zij hebben zo en zij hebben zo leven. En ik werd er echt doodongelukkig van. Ik probeer heel erg content te maken dat als ik mezelf niet was en ik zou naar mezelf kijken, dat ik denk, hier word ik blij van en dit vind ik leuk om te zien. Dus in die zin probeer ik zeg maar niet iets te laten zien wat er niet is, als je snapt wat ik bedoel. Dat. Ontvolg accounts waar je dus een negatief gevoel van krijgt. Of mute ze. Niet naar kijken, niet zien. Heeft geen nut, niet vergelijken. Je hebt je eigen journey, je hebt je eigen leven, je hebt je eigen pad. Ik heb gewoon heel erg vrede met als het zo loopt, dan had het zo moeten zijn. En dat geeft wat veel meer rust. Ik ben ook gewoon totaal niet meer met anderen bezig. Genut, het komt er niet verder mee. Ik hoef er niet bij te horen. Ik wil gewoon vooral gewoon blij en gelukkig zijn. Nou, dat dus. Want het influencerwereldje is echt super fake. Ik heb er wel eens een TikTok over gemaakt. Iedereen doet nep tegen elkaar. Nou, niet iedereen, hè. Ik scheur het nu allemaal heel erg over inkomen. Je hebt echt oprecht superleuke mensen. Maar je hebt er ook mensen tussen zitten die... Het is een soort high school drama. Heel erg groepjes vormen. Jij bent er niet bij. Oh, ik heb meer volgers. Ik praat niet tegen jou. Kijk je niet aan, hè. Dus ik denk, dat zijn allemaal collega's. Ze kunnen ook gewoon wel leuk tegen elkaar doen. Maar ja, het is heel erg groepjesvorming. Arrogantie. Ik hoef er niks mee te maken hebben. Dus ik ben er gewoon wat meer van gaan afzonderen en meer op mezelf gaan focussen. En ik ben echt 500 miljoen keer meer gelukkig. Oh, sushi is echt zo lekker. Tips tegen weinig energie voor je workouts. Pre-workout, neem een koffietje, neem een energy drinkje. Misschien dat een beetje. Dus gewoon een beetje je energielevel omhoog peppen. Dat gebruik ik in ieder geval wel altijd. Ben je wel eens onzeker als het gaat om je relatie? De afgelopen tijd eigenlijk niet. Zeker, ik heb nu bijna 4 jaar een relatie. Ik heb zeker momenten in mijn relatie gehad dat ik er wel onzeker over ben geweest. Maar ik denk dat het ook heel normaal is. Zeg maar, je wordt ouder. En het wordt gewoon serieuzer. Je gaat samenwonen. Ga je nadenken van, wil ik dat wel met diegene? Wil ik mijn leven met diegene? Zie ik een toekomst met diegene? En eigenlijk is dat allemaal ja, 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 ja. Maar toch ga je er wel over nadenken. Ga je erover twijfelen van, wil ik dat? Hoe ga ik dat? Hoe zie ik dat voor me? Maar hey, ik zit eigenlijk echt super goed. En ik denk dat we dat allebei heel erg hebben. En het voelt gewoon heel fijn. Het voelt gewoon heel vertrouwd. Het voelt gewoon heel stabiel. Dus ja, het voelt eigenlijk gewoon bijna alleen maar heel goed. Dat is het. Ik denk gewoon dat ik de man van mijn droom heb gevonden, jongens. En ik heb daar weinig twijfels over. Ik denk als je... Tuurlijk zijn twijfels horen erbij. Als je te veel twijfelt, zegt ook wel weer soort genoeg. Want als je het weet, dan weet je het. En het kan ook dat je het een tijd eventjes niet weet. Ik heb ook wel eens gehad dat ik denk, wat weet ik nou? Wat voel ik nou? Maar echt weet, dan weet je diep van binnen gewoon. Dan hoef je daar niet te lang over te twijfelen, zeg maar. Ik wil alleen zeggen dat je een goede doorzettingsvermogen hebt. Je mag echt trots zijn op je. Ah, zo lief, dankjewel. Vroeger in mukbangs haatte je sporten. Hoe uiteindelijk gemotiveerd geraakt? En hoe start je hardlopen? Je hebt me gemotiveerd. Superleuk om te lezen natuurlijk. Hoe ben je gestart is door het gewoon te doen. Hoe ga je iets leren? Door het gewoon te doen. En in het begin gaat het niet altijd leuk zijn. Gaat het niet altijd makkelijk. Hoe meer je iets doet, hoe meer je tijd je in iets steekt, hoe beter je wordt. En ga gewoon rennen. Jongens, ga gewoon rennen tot je niet meer kan. En dan ga je ondertussen even lopen. En elke stap die je zet, elke workout die je doet, word je weer beter en help je verder. Elke run die je doet, help mee aan heel het proces. Dus ga gewoon rennen en consistent. Kijk, ga niet een keer rennen en dan weer 3 weken niet en dan weer rennen en dan weer 2 weken niet. Nee, consistent 2 keer in de week rennen. Probeer steeds verder. Hoe start je het? Nou, door gewoon te starten. Jongens, meiden. Gewoon gaan. Jullie kunnen dit. Dat weet ik zeker. Iedereen kan het. Dus ik kan, zoals iemand zegt, vroeger haat ik sporten. Ik heb tot 5 maanden geleden nog nooit hard gelopen. En ik doe het nu ook. Weet je, I'm living proof of van sporten haten naar elke dag sporten. En helemaal je lol hebben. En ik denk ook vooral, kijk, nu is hardlopen helemaal een soort ding aan het worden. Maar vind gewoon iets wat jij heel leuk vindt. Ja, dat is denk ik sowieso het belangrijkste. Ga een sport vinden wat je volhoudt. Wat je leuk vindt. Het hoeft niet hardlopen en krachttraining te zijn. Totaal iets anders. En dat is ook goed. Zeg, iets doet wat je gewoon leuk vindt. Net zoals met je werk. Je spendeert veel tijd aan in je week. Doe dan echt iets wat je leuk vindt.
Wat interesseert jou het meest aan voeding? Hele leuke vraag. Voeding is namelijk iets wat, nou, ik hou altijd al van eten. Maar ik ben de laatste tijd ook steeds meer bezig echt met voeding. Wat mij er sowieso in interesseert is omdat ik ook echt in de praktijk resultaat zie. Zeg maar dat je echt dus bezig bent met meer eiwitten eten. Meer überhaupt eigenlijk. Je kan echt gewoon echt wel wat eten. En niet per se hoeft aan te komen. Als je heel erg kijkt naar wat je nou daadwerkelijk in je lichaam stopt. En ik ben echt maar zeg maar hier. En er zijn echt mensen die hier weten qua informatie. Ik weet zeg maar echt nog niks. Ik ben echt aan het begin. Ik heb er ook niet voor geleerd. Ik heb er ook niet voor gestudeerd. Ik ben wel heel erg geïnteresseerd om me er steeds verder in te verdiepen. En om jullie daarin ook te helpen. Want ik vind het wel gewoon een super leuk onderwerp. Dat eigenlijk. Zou je nog meer tatoeages willen? Dus ja, welke? Voor nu niet. Ik heb nu niet zoiets van, ik wil dit nog of dat nog. Ik heb hier deze. Dat is mijn sterrenbeeld vissen. En ik heb hier blessed, want I'm living my blessed life, zeg maar. Ik leef met veel dankbaarheid. Ik ben super dankbaar voor de kleine dingen. Dus die wilde ik heel graag zetten. Maar ik heb niet zoiets van, ik wil er nog in bij. Maar who knows, maybe someday. Hoe combineer je in een calorietekort eten en alcohol drinken? Als je in een calorietekort zit, kijk naar low-calorie drankjes. Je hebt namelijk echt low-calorie stelsers, dus stels of gik. Je hebt bijvoorbeeld Liefmans, is best wel laag in calorieën. Een droge witte wijn, kava. En drink er niet 10, maar drink er gewoon 2 of 3. Wodka, spa rood, skinny bitch is your friend. Natuurlijk, als je een keer een weekend helemaal door het geluid gaat, moet je ook gewoon echt lekker doen, want dat doe ik ook. Je hebt echt zat low-calorie drankjes opties. Kijk daarnaar en gewoon iets minder als dat je normaal doet. En probeer daarvoor gewoon goed te eten. Dat eigenlijk. Waar zou ik nog graag heen willen op vakantie? Bali. Zo graag terug naar Bali. En ik wil echt heel graag met Stan. Lijkt me gewoon echt heel leuk. Zijn er doelen die je hebt bereikt waarvan je eerder nooit had durven dromen? Ja. Zo. Überhaupt dat dit mijn fulltime baan is. Dat is echt de droom van toen ik 15, 16-jarig meisje was. Dat ik gewoon een eigen appartement heb in Amsterdam, waar ik zelf woon. Crazy. Een super fijne relatie heb. En op deze jonge leeftijd al zo'n leuke vriend heb mogen ontmoeten. Met sporten sowieso. Dat ik überhaupt kan hardlopen. Ik dacht echt dat ik dat nooit van mijn leven zou kunnen. Ik kon echt geen kilometer rennen zonder volledig buiten adem te zijn. Echt niet. Ik kon het echt. Echt niet. Echt, geloof maar, als ik het kan jij het ook, meen ik dat echt. Want ik kon echt niks. Wat ik nog echt zou willen bereiken. Ik zou willen bereiken om eigenlijk gewoon hier mee door te gaan wat ik doe. Daar groter in worden. Ik ben nu bezig met mijn eigen merk. Dat groter laten worden en gewoon heel erg te ondernemen. En daarin mensen te blijven motiveren en inspireren. Om de beste versie te zijn. Op welke mogelijke manier dan ook. Blij maken. Mensen een positief gevoel geven. Want er is al genoeg negativiteit in de wereld. En op social media. We don't need that. Waar geef ik het meeste geld aan uit? Aan mijn huur. Ja, mijn huur, daar gaat het meeste geld heen sowieso. En verder, zeg maar, buiten vaste lasten om, denk ik aan uit eten en uitjes en dat soort dingen. Echt uit eten, uitjes, uitgaan, dat soort dingen. Daar gaat echt wel te veel geld naartoe. Nou, of eigenlijk eerder dan vakanties. Dat is altijd wel duurder. Maar probeer even op mijn geld te letten, want het is er het afgelopen jaar aardig doorheen gejast. Wat te doen aan een midlife crisis? Ik denk dat deze veel foto te zien. Eerder een quarter life crisis bedoeld. Want een midlife crisis als je 50 bent. Ja, eigenlijk laat een midlife crisis. Is eigenlijk gewoon een crisis. En in een crisis laat zien. Er moet iets anders. Er moet iets veranderen. Dus probeer erover na te gaan of na te denken van, waarom heb ik een quarter life crisis? Wat kan er anders zijn? Wat maakt mij nu niet gelukkig dat ik deze crisis voor mezelf in mijn kop heb? Hoe begin je met het roer omgooien? Ik wil sportiever in het leven staan, maar hoe? Vind een sportbuddy. Vind iemand waarmee je elkaar kan motiveren. Dat helpt zo erg. Ik vind het ook ontzettend saai om het allemaal alleen te doen. Ik heb echt mensen omheen die daar ook mee bezig zijn en elkaar motiveren. Vind iets wat je leuk vindt om te doen. Vind iets wat je volhoudt. Plan het in. En maak het gewoon echt een daily habit of een weekly habit om sportief bezig te zijn. Al is het maar dat je 10.000 stappen op een dag zet en lekker wandelt. Je bent toch sportiever en meer bezig dan dat je met je luie reet op de bank ligt. Small steps, honey. Ik zit eigenlijk vol. Ik heb een hele bak voor niks. Maar het was toch 1+1 gratis, dus ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het echt heel leuk om een soort van met jullie te kletsen. Dit zeker niet een blauwdruimpje mij omhoog te geven natuurlijk. Op mijn kanaal te abonneren. Want echt de helft van jullie kijkt wel, maar is niet geabonneerd. Dus ik zou het heel leuk vinden als jullie mij supporten door mijn kanaal te abonneren. Volg me op TikTok, volg me op Instagram, volg me op Snapchat. Allemaal etzagen verwoord. Ja, en dan hoop ik dat jullie gewoon een hele leuke tijd hebben gehad tijdens het kijken van deze video. Wil ik je heel erg bedanken. En tot de volgende. Doei doei! Yes, I'll be on my way now.